Oké, okay, vandaag gaat het naast mensen over het aandeel TomTom. TomTom Digital is echt maar een decennio, meer dan decennio, eigenlijk super slecht. Iedereen kent TomTom natuurlijk als het navigatiebedrijfje. Die vroeger, ja, iedereen had wel een TomTom in zijn auto, maar nu is dit volledig vervangen door eigenlijk de GSM eigenlijk. Dus komt het nog goed met dit bedrijf, zou je denken, als je een aandeelhouder van bent, zoals ik en jij waarschijnlijk, want je kijkt naar deze video. Onlangs zijn ze begonnen in artificiële intelligentie, wat wel leuk is en ook wel slim. Aangezien dit echt wel een hype is eigenlijk, alles wat met artificiële intelligentie te maken heeft, vandaag heeft de neiging om te ontploffen in aandelenland. Dus we gaan eens bekijken wat dat er aan de hand is, want TomTom doet dus nu wel even goed. En of dit echt wel een echte turnaround is. Geniet ervan, jongens. Oké, dus wat is er gebeurd met TomTom? Ze waren redelijk slecht bezig, stonden rond de zaal. Gaan we erop eens bekijken. Waarom schieten ze terug de lucht in? Dit is eigenlijk de reden. Dus het laatste kwartaal hebben ze eigenlijk de EBIT geklopt. De verwachte EBIT was beter dan verwacht. Dus dit was eigenlijk wel top eigenlijk. Dan hebben we echt wel een mooi jump gezien. Daarnaast, als we kijken naar de positieve nieuwsshow van TomTom, is er ook nog dit. Ja, dit is er ook nog. Dit was ook wel mooi nieuws eigenlijk van TomTom. Dat is eigenlijk... Ga samenwerken met Microsoft voor een artificieel spraakassistent voor in de auto dan. Nu, als je afvraagt wat dit allemaal precies gaat doen, dan dit moet je zeker niet van de daken schreeuwen, want zo speciaal is het niet. Dus gezegd, gewoon eigenlijk is naast het bedienen van het navigatiesysteem, moet de gebruiker de AI kunnen vragen om de ramen, de temperatuur aan de radio bedienen. Goed, is dit leuk? Ja, zeker. Ben je een beetje lui? Ja, absoluut ben je dat lui. Is dit nodig? Goh, ja. Je kan daarover discussiëren natuurlijk. Maar ik ben eigenlijk vooral enthousiast dat ze samenwerken met Microsoft, een van de grootste bedrijven ter wereld. Een succesvol bedrijf, als je het vergelijkt met TomTom. TomTom was ooit succesvol. Maar goed, wat TomTom natuurlijk differentieert met hun concurrentie, is dat ze beschikken over superveel data. Dus dit is wel top, maar nu moeten ze er gewoon maar iets mee doen, zou ik dan zeggen. Als we rap nog even kijken naar de cijfers van TomTom. Het is altijd wel is interessant om rap in te kijken. Dus omzet... Een half miljard, oké, ze hebben nu weer een netto verlies gedraaid, zoals de laatste 10 jaar ongeveer al. Dus een verlies van 102 miljoen in 2022. We gaan rap ook eens kijken naar Yahoo Finance. Ik veronderstel dat die cijfers toch iets meer accuraat zijn. Dus oké, we gaan rap even kijken naar hun financials. Ik prefereer nog altijd Yahoo Finance dan mijn eigen broker om dit... Hier is het gewoon duidelijker uitgelegd en hoe completer eigenlijk. Dit is vooral het woord dat ik zoek. Dus net inkomsten, we kijken van rechts naar links, van 2020 naar 2022. Zoals je ziet, ik moet hier zijn, is het nog altijd negatief. 2020 was echt wel een zeer slecht jaar. Corona zal er wel een beetje voor tussen zitten natuurlijk. Dus normalized income, de net inkomsten, moet ik ook kijken naar de EBITDA natuurlijk. Dus de EBIT was... het laatste kwartaal iets beter. Dit kan je hier nog niet zien. Dit zijn eigenlijk de jaarcijfers, niet de kwartaalcijfers, jammer genoeg. Maar dit geeft je ook wel een beeld. 2020 was een absoluut tering slecht jaar voor TomTom. Laat dat gewoon duidelijk zijn. Maar we gaan eens kijken naar de balans ook. Hoeveel cash eigenlijk nog beschikken. Dit is ook wel een mooie, als je kijkt naar totale schulden. Deze zijn zeer beperkt. Dus dit is toch wel een van de pluspunten van TomTom, wat toch wel zeer mooi is en ook wel zeer interessant om te onthouden gewoon. Het is echt wel een van hun troeven. Cashflow, hier wou ik ook nog iets tonen. Ja, dit is eigenlijk, als je kijkt naar de cashpositie,
beschikken ze echt wel over nog redelijk veel cash in hun handen eigenlijk om te gebruiken voor hun, ja, voor hun operaties gewoon draaiende te houden eigenlijk. Eigenlijk, ja, daar komt het eigenlijk mooi op neer. Dus daar zijn ze wel een mooie staat. Ze draaien wel verlies natuurlijk. Ze gaan nu een paar projecten waar ik samen met TomTom artificiële intelligentie voor spraaktechnologie. Dit zijn wel een paar mooie dingen die gebeuren. Maar vooral, wat was de vraag nu weer? Is het een turnaround? En dan wil ik toch wel eens kijken naar een analyse, eigenlijk een technische analyse. Dus we gaan even kijken of ze er iets kunnen uithalen. Oké, dus als we erop eens kijken naar een beetje technische analyse, dit is eigenlijk wat er gebeurt. Dus we hebben een mooie run naar omhoog gehad sinds dat ze de kwartaalcijfers hebben geklopt eigenlijk. Beter dan verwacht, EBIT. Dit is wel mooi. Maar dit is eigenlijk het verhaal van TomTom. Zoals je ziet, de trend, ik heb een trendkanaal gemaakt eigenlijk voor de laatste jaren. Zeg maar vanaf 2019 tot wat er nu gebeurt. En dan zie je dat de trend eigenlijk toch wel zeer indrukwekkend naar beneden gaat. En om eigenlijk te spreken van een turnaround, ik ga een beetje uitzoomen, moet eigenlijk dit kloppen eigenlijk. We moeten eigenlijk naar dit punt gaan, de 8.14. Hier kan je zien dat je een paar weerstandniveaus hebt. Hier en hier. Dus dit is sowieso een zeer interessant weerstandniveau. En als dit wordt dan klopt, dan denk ik dat we kunnen spreken van een turnaround. Of een ommekeer, zoals je zegt. Een mooie ommekeer. Dus dit is wat we nog nodig hebben. Dus we hebben eigenlijk, als je kijkt van het punt van vandaag, zijn we op 17, 18. Moeten ze nog 0,92 punten of ongeveer een 13% omhoog gaan. Als we kunnen eindigen intraday op het einde van de dag boven de, we zijn om 8.15 zitten we wel vrij safe, 8.20 gaat nog beter natuurlijk. Dus dit is eigenlijk wat we nodig hebben om te kunnen spreken over een ommekeer of een turnaround. Zal dit gebeuren? Wie kan het ook maar zeggen. Maar je kan wel concluderen eigenlijk dat het de laatste tijd wel iets beter gaat natuurlijk. Maar als je kijkt naar de trend is nog altijd sinds, ja, sinds 2016, zien we een zeer negatieve trend naar beneden. Wordt deze gebroken? Goed, ik heb eigenlijk alles gezegd wat er te zeggen valt. Dus we gaan nog even samenvatten. Oké, guys, zoals je ziet op deze charts, wat is er gebeurd met TomTom sinds 26 oktober? Hebben we maar liefst een stijging gezien van ongeveer 40%. Dit is door een zeer positieve laatste kwartaalcijfers, waar ze hun EBIT geklopt hebben, meer dan verwacht. Nu werken ze samen ook met Microsoft, helemaal top, topbedrijf. Dit zie ik graag, daar word ik ook wel enthousiast van. Dus dit is eigenlijk wat er gaande is. Dus ze werken samen met Microsoft rond een project, rond artificiële intelligentie, rond spraaktechnologie. Dit is eigenlijk wat een beetje wel te gedraaid gebeuren is, wat we nog weten. De schuldgraad van TomTom is zeer laag, wat ook wel top is voor dit bedrijf. En er is nog zeer veel cash in handen om de operaties te blijven ondersteunen eigenlijk. Dus dit is eigenlijk het positieve van TomTom. Ja, hopelijk zien we het turnaround. Hopelijk kunnen we het tij keren. En gaan we die 8.14, was het dat ik zei, gaan we deze grens breken. En dan kunnen we eigenlijk spreken van een turnaround. We zijn er nog niet. Kunnen enkel hopen. Dus dit is het een beetje. Heb je commentaar op mijn video, kan je deze altijd melden in de beschrijving van onder. Ik wens jullie nog een zeer fijne dag. Geniet ervan.